Goedemorgen meneer Wijts, u hebt honger hoop ik. Want... Uh, het is een rijke tafel. Altijd, ja. Ja. Uh, het is een plek waar u, waar u trouwens als uh, jobstudent ooit uh, nog gewerkt heeft. Het is in het dorp vlakbij waar u woont. Hè? Ja, het is in, in het Gravenhof in het dorp. En, uh, ik ben hier geboren en getogen. Ik woon hier ook vlakbij. Ik hoorde net mijn hond nog blaffen, dus ik moet al draaien naar huis. Uh, maar uh, ik heb hier ook altijd gewerkt als student, uh, jaren aan een stuk, in weekends, elke vakantie. En dus ik heb hier heel hard gewerkt, maar mij ook, ook ongelooflijk geamuseerd. Ja, dat is wel iets wat heel veel leerlingen en studenten deze zomer allicht zullen doen. Uh, maar uh, ja, niet iedereen heeft het geluk natuurlijk om uh, goede punten gehaald te hebben. Daar mm -hmm. liggen veel uh, oorzaken aan. Uh, de zomerscholen is een, een ja. initiatief dat u. Uh, Genomen hebt, een paar jaar uh, well, We zijn met de zomerscholen eigenlijk begonnen in de tijd van corona om uh, proberen de, de leerachterstand die, die sommige jongeren hadden opgelopen, om die jongeren te kunnen bijspijkeren, vooral op vlak van Nederlands en wiskunde en dat in combinatie met sport en spel. En samen met de toenmalige minister van Bilanse Aangelegenheden, aangelegen Bart Zomers en, en nu uh, mevrouw Rutten, hebben we ervoor gezorgd dat dat ook structureel werd verankerd en met succes, en toenemend succes. Ik, ik vind het heel fijn dat heel veel Lokale besturen en scholen zich engageren om ook nog eens in de zomer die zomerscholen te organiseren. Tot wie richt zich eigenlijk die zomerscholen? Wel, tot, tot kinderen en jongeren die een achterstand hebben. Vooral op vlak van Nederlandse wiskunde, dat we dan specifiek twee weken aan een stuk kunnen bijspijkeren. Maar dat in combinatie met, met sport en spel. Want het blijft natuurlijk een zomer, het is vakantie. Maar er zijn heel veel positieve reacties. Zowel van de deelnemende kinderen, als de ouders, als de leerkrachten. En het mooiste compliment eigenlijk dat je je kan inbeelden. Dan is dat heel veel leerkrachten zeggen in september: ik kan zo zien welke leerlingen in de klas een zomerschool ja. hebben gevolgd. En hoeveel van die uh, zomerscholen worden er aangeboden? Hoeveel plekken zijn er het is... uh, deze zomer? Het is nu zo'n succes geworden dat uh, uiteindelijk op 131 plaatsen in heel Vlaanderen die zomerscholen worden ge 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 georganiseerd. Voor maar liefst meer dan 16.500 16 leerlingen in totaal. Dus dat is een fantastisch cijfer. En ik hoop dat het ook de volgende jaren nog zo zal blijven. Ja, voor uh, leerlingen die wat remediering nodig hebben, wat bijles nodig hebben hebben. Uh -huh. uh, en dat is ook nodig. Dat is deze week nog eens gebleken uit uw Vlaamse toetsen, een uh, initiatief dat, dat u hebt genomen. Misschien eerst even over die Vlaamse toetsen. Ja. Dat was in het vierde leerjaar, als ik het goed voor heb, in het tweede ja. jaar secundair, Nederlands en, en wiskunde, uh -huh. een, een soort uh, opleiding maken van hoe het niveau is. Hè? Ja, Vlaanderen breed. Want dus voor het eerst zijn we niet langer afhankelijk van buitenlandse onderzoeken. als het gaat over het vinger aan de pols houden ten aanzien van onze onderwijskwaliteit. Ja. Dus nu hebben we PISA, Pearls. Eh, we hebben nog wel enkele andere internationale onderzoeken. Maar dat zijn natuurlijk onderzoeken die gebaseerd zijn op steekproeven. in enkele scholen eh, en maar om de drie of vier jaar. En dat geeft ook geen enkele informatie aan de scholen zelf. Dat is enkel op Vlaams niveau dat je dan iets weet over de evolutie van de onderwijskwaliteit. Nu met deze Vlaamse toetsen, dat wil zeggen dat zijn toetsen die overal gelijk zijn, voor alle leerlingen hetzelfde, in alle scholen in heel Vlaanderen. Ja. We zijn nu gestart in het vierde leerjaar in het tweede jaar secundair onderwijs. Binnenkort komt daar ook nog eens het zesde leerjaar bij en het zesde jaar ja. secundair onderwijs. vlaanderen breed zegt u anders dan die PISA-resultaten. De resultaten liggen wel in lijn met die PISA-resultaten. Mm -hmm. Het is niet echt een fraai beeld, hè? Nee, maar het is een beetje een randgenfo. Dus, ja. dus een maar dat kan je ons stellen, neem ik aan als minister van Onderwijs. Nee, absoluut niet. Maar je ziet wel, er zijn eindelijk lichtpunten. Dus we zijn op sommige vlakken, kijk bijvoorbeeld naar het lagere onderwijs, zie je als het gaat over deeldomeinen van rekenen van wiskunde, zit de evolutie goed. Ook in het secundair onderwijs zijn er lichtpunten, maar de weg is nog lang. Ja. En dus we moeten we vooral blijven koers houden ten aanzien van de focusen die we gelegd hebben. Ja, maar de kwaliteit, want dat, dat is het ook wat het uh, nagaat: hè? groot verschil tussen A-stroom en B-stroom. Ja. Uh, zeker de kennis van het Nederlandse, in die B-stroom, één mm -hmm. op de vier halen ja, de minimumverrijste niet van die, van die leerlingen. Mm -hmm. Dat is toch echt problematisch. Ja, dat is inderdaad problematisch. En dat is net een van de conclusies die je ook kan trekken. Zowel op grond van de internationale onderzoeken als op grond van onze Vlaamse toetsen zelf. Is namelijk het ongelofelijke belang en nog steeds toenemende belang van de kennis van het Nederlands. Daar begint alles bij. Uh, Nederlands is het, het vak dat alle andere vakken mogelijk maakt. Het is het kader waarbinnen je alle andere kennis verwerft. En als het fout zit met dat kader, dan zal ja, gij het fout lopen. Maar u, u doet de vaststelling, u bent natuurlijk ook minister. Wat is de oplossing ja. daarvoor? Wel, we hebben daarvoor in de eerste plaats al gekeken naar de basis. Naar het basisonderwijs en zelfs het kleuteronderwijs. Dan zijn we gestart nu de afgelopen jaren met de introductie van een taaltest, een koala-test, die spelenderwijs wordt afgenomen in de derde kleuterklas. En waarbij dat we onmiddellijk al die test wordt afgenomen in oktober, november. Zodoende dat in de rest van het verloop van de derde kleuterklas, dat de kinderen waarbij dat een taalachterstand wordt vastgesteld, dat die kunnen worden bijgespijkerd. Dat is de eerste stap. Twee, is dat we ook de minimumdoelen in het basisonderwijs, in het lager onderwijs dan, dat we die toch de lat wat hoger leggen. En ook gaan focussen op Nederlands en wiskunde. En ik heb ook dan gevraagd om nieuwe minimumdoelen te ontwikkelen, waarbij dat en meer dan de helft van de lestijd net zou worden gespendeerd aan die essentiële vakken Nederlands en wiskunde. Daar is men momenteel mee bezig met de ontwikkeling. De lat lag wat mij betreft nog niet hoog genoeg. Er, er is nog een beetje werk aan. Maar dat zijn wel de juiste focussen die ja, we moeten leggen. Het gaat vooral, duidelijk, het vooral over anderstaligen uh, die dan uh, in het Vlaams onderwijs uh, zitten. Of gaat het ook over well, een andere? Niet groep? alleen. Dus je stelt vast dat uh, inderdaad de thuistaal en, en de situatie thuis die doet ertoe. En wanneer je zelfs alle sociaal-economische variabelen, als je daar abstractie van maakt, dan zie je dat het toch essentieel is dat kinderen ook na half vier in contact blijven komen met het Nederlands. Als, als de school gedaan is. Als de school gedaan is. We stellen bijvoorbeeld vast dat maar liefst een derde van de kinderen in het vierde leerjaar zegt: Ja, ik kom eigenlijk na half vier. Absoluut niet meer in contact met het Nederlands. Dat is natuurlijk heel ingrijpend voor, voor, voor die kinderen. Dus, Nederlands is de kansentaal. Ja. Maar is, dat is de, de taak van de school of ook van de ouders. Dus daar speelt absoluut ook. Dat is ook een van de conclusies, Namelijk de thuissituatie doet ertoe. En dus ook de ouderlijke verantwoordelijkheid, de ouderlijke betrokkenheid speelt een rol. En dus wanneer dat oudere, ouders het goed voor hebben met de toekomst van hun kinderen, en ik denk toch dat dat geldt voor, voor ons allemaal, eh, zorg er dan voor dat je kind ook na half vier in contact komt met het Nederlands. En dat is niet zo heel moeilijk. Dat eh, wil gewoon zeggen, ja, in contact komen met Nederlandstalige media, met Ketnet bijvoorbeeld, eh, maar evengoed met Nederlandstalige ja, vrienden. daar ga je natuurlijk uh, mee bemoeien met wat. Wat er thuis in het gezin of, of na de schooluren gebeurt, hoe kan, een, hoe kan een, een school, hoe kan een minister dat doen, zorgen dat dat uh, ja, gebeurt zoals ja, u dat hier nu beschrijft? Ik, ik vind dat de scholen hun stinkende best doen op vlak van het bijsprekken van kinderen in zaken Nederlands. Maar als uh, elke vakantie en uh, elke avond en elk weekend... Die kinderen verstoken blijven van contact met het Nederlands, ja, dan is er wel een ouderlijke verantwoordelijkheid in het geding. En Hoe ga je dat afdwingen? En dat zal natuurlijk, wij staan nu aan het vooraan van de vorming van de nieuwe Vlaamse regering. Een van de discussiepunten die op tafel liggen gaat natuurlijk over hoe kunnen we ervoor kunnen zorgen dat die ouderlijke verantwoordelijkheid dat die versterkt wordt. En dat we niet alleen werken met positieve stimulansen, maar dat je op een gegeven moment als samenleving toch ook moet kunnen zeggen: van ja, maar als je als ouders. ...de verantwoordelijkheid ontloopt en uw eigen kind toekomstkansen ontneemt... ...dat kunnen we toch niet zomaar blauw-blauw laten. Dus niet alleen de wortel, maar ook de stok? Uh, uh, ja, inderdaad. Ik denk dat je op een bepaald moment wel als, als samenleving een signaal moet kunnen geven. Maar goed, er daar daar, zijn meningen daarover... No uh, wat dan, je bijvoorbeeld, meneer Weijs, dan zegt u bijvoorbeeld, uh, dan, dan gaan we bepaalde... ...zeg maar de schooltoelagen of zo, gaan we, gaan we die... Afnemen? Is, is dat wat u suggereert? Ik denk dat je op een bepaald moment moet kunnen zeggen, als samenleving, wanneer dat ouders hun verantwoordelijkheid ontlopen en hun eigen kind toekomstkansen ontnemen, dat je dan toch minstens een signaal moet kunnen geven dat je die ouders moet kunnen tits maken dat ze hun eigen kinderen kansen ontnemen. En dus bijvoorbeeld een schotelage niet geven? En daarvoor zijn verschillende oplossingen. Is dat, is dat een optie? Dat is wat mij betreft, vind ik dat je er tenminste de discussie over moet openen. Maar goed, dat is voorwerp van discussie en de meningen zijn daarover nogal uiteenlopend. Ja, wat is iets wat op de agenda staat voor de vorming van die Vlaamse we gaan regering? We zullen daarover in het kader van de regeringsonderhandelingen zullen we daar zeker een, een woordje over wisselen. Ja, het lerarentekort, hoe gaat de nieuwe regering dat oplossen? Wel, we zijn erin geslaagd om uh, wel wat successen te boeken op dat vlak. Ook al hebben we nog altijd... een pijnpunt, die van de Boeven ook nog gisteren zei ja. bij zijn afscheid. Dat is onmiskenbaar zo. Uh, maar we zijn er wel in geslaagd om vooruitgang te boeken. In die zin dat niet tegenstaande dat iedereen kampt met tekort aan arbeidskrachten in de horeca, in, in het openbare vervoer, bij de politie, in de zorg, noem maar op. We zijn er wel in geslaagd om in, in het onderwijs het aantal leerkrachten en personeelsleden in het onderwijs te doen toenemen. En gevoelig te doen toenemen. Plus 15% zijn gestegen van 182.000 naar ongeveer 210.000 vandaag. Maar het is nog niet genoeg. En dus moeten we vooral doorgaan met bijvoorbeeld het aantrekkelijker maken van de job van leerkrachten. Meer, wat, meer waardering voor het oordeel van, van leerkrachten. Ook, ook wij als ouders, denk ik, moeten een beetje meer respect betonen voor leerkrachten in woord en in ja. daad. En wat, wat moet een overheid doen om dat nog verder te stimuleren? En ook inzetten op een verlaging van de administratieve lasten. Dus toelaten dat leerkrachten zich kunnen concentreren op hun kerntaak, namelijk op lesgeven. En wat betreft het meer oordeel en waardering hechten aan het oordeel van, van de leerkrachten, we hebben een eerste stap gezet door bijvoorbeeld de introductie van het vermoeden van deskundigheid. Wat wil dat zeggen? Dat we nu bij de beslissingen die genomen zijn door de klassenraad ervan uitgaan wanneer je als ouder dat oordeel wil aanvechten, dat je dan zelf zal moeten bewijzen dat de klassenraad een fout heeft gemaakt, een fout heeft geoordeeld. En de klassenraad moet niet langer zelf verdedigen, bewijzen dat okay. zij een juiste beslissing hebben genomen. Dus een soort omkering van de bewijslast, waardoor je in woord en daad het mogelijk maakt dat er meer waardering Wordt gehecht aan het oordeel van de klasseraad. Ja. Het zijn allemaal maatregelen die uh, ja, zullen genomen worden door de volgende Vlaamse regering? Nee, nee, deze maatregelen is nu al van toepassing. Dus op alle uh, ja. oordelen die nu geveld worden door de klasseraad is er al die omkering van bewijslast. Ja, ook okay. heel wat andere dingen die u aanhaalt, die, die uh, hebt u beslist en zullen doorgevoerd worden. Er wordt dikwijls gesproken, ja, er is een tanker die aan het keren is. Is, is dat uw gevoel? Of dat is, het, het komt ook van u natuurlijk, die idee? Wel, ik denk dat die tanker inderdaad aan het keren is, maar de weg is nog lang. En dat bewijzen ook de onderzoeken en de resultaten van de Vlaamse toetsen. Er zijn lichtpunten, maar de weg is nog lang en we moeten vooral blijven focussen. Ja. Wat is de Vlaamse regering de volgende? Moet doorgaan op dit beleid, zegt u? Wel, ik hoop vooral dat het onderwijsveld wel ook, enerzijds, de rust krijgt die het verdient. Dat de koers wordt aangehouden. Dat we blijven focussen op kennisverwerving. Want ook dat is een van de conclusies van die resultaten van de Vlaamse toets. Blijkt dat er lichtpunten zijn, maar wanneer het gaat over de basiskennis. En de kennis van basisformules, zaken die je moet van buiten leren, dat daar wel okay. wat schort soms aan de basiskennis. Dus vooral doorgaan op de focus op kennisverwerving. en twee. Op Nederlands Europees kunnen. Ja. Hebt u al samengezeten over onderwijs met uw toekomstige coalitiepartners? Nee, dat zal vanaf volgende week zijn. Dus ik heb daar wel het voorzitterschap. Dus er, er is een formatietekst die zal worden bezorgd uh, ik denk begin volgende week. En dan kunnen we aan tafel schuiven. En ik heb begrepen dat voor CNV de Krivits en voor vooruit Caroline Genet aan tafel schuiven. Dus dat, dat stemt me wel hoopvol. Het zijn mensen die het goed voor hebben, die kennis hebben van het onderwijsveld. Dus ik, ik heb er vertrouwen in dat we dat tot een goed eind kunnen brengen. En hoeveel tijd is er nodig voor onderwijs? Want dat is een belangrijke, heel belangrijke mm -hmm. Vlaamse bevoegdheid. Er zijn natuurlijk mm -hmm. veel anderen. Hoeveel tijd zal er zijn voor zo'n nieuwe regering te vormen? Well, uh, ik denk dat uh, we er vooral moeten zorgen dat we een goed programma hebben. En een goed reageerakkoord. Je moet toch ergens een focus van geregen. datum hebben waar tegen je wil landen? Mm, nee, ik ga geen datum in het vooruitzicht stellen. Want jezelf een deadline opleggen is uh, niet altijd verstandig, denk ik. Wat zal met deze meerderheid zijn, sowieso? Well, dat hoop ik alvast. Ik denk dat er uh, ook gedegen mensen worden naar voren gezet. Om die onderhandelingen te voeren. Dus ik heb er wel vertrouwen in. Ja, want Caroline Genet wordt wel eens gezegd als de toekomstige minister van Onderwijs. Mm -hmm. Waarom u niet? Wel, dat zal aan het eind van de rit, wanneer we een akkoord hebben over de inhoud en over het regeerprogramma, dan gaat het over de poppetjes en dan zullen we ja. wel zien. Maar hebt, hebt u de ambitie wie, welke, om dat te doen? Welke los van, los van uh, wat de poppetjes zijn, hebt u eigenlijk zin om dat te doen? Om daar zelf de handen uit de mouwen te slaan? Vanzelfsprekend, wanneer dat je vijf jaar een beleid hebt gevoerd, dat er wel wat weerstanden zijn geweest en weerstanden werden overwonnen. Heb je ook wel zin om blijven aan dat stuur te zitten en blijven koers te houden? Maar goed, uiteindelijk is het belangrijkste dat we inhoudelijk de koers blijven houden. En dat het regeerprogramma, ook in zaken onderwijs, dat, dat de juiste klemtonen blijft leggen en de juiste focus blijft hanteren. Ja, u hebt wel een nieuwe coalitiepartner in die Vlaamse regering, dan al ligt, mm -hmm. he, vooruit in plaats van OpenVLD, die ook zeggen: ja, het moet wel anders dan de vorige regering Jan Bon. Het zal waarschijnlijk met Matthias Diependalen zijn. Mm -hmm. Heb je daar begrip voor dat er toch ook een ander ja, gelaat, een beetje een socialer gelaat wordt gevraagd? Heb je daar begrip voor? Het is evident dat wanneer een nieuwe coalitiepartner aanschuift, hij daar ook de eigen klemtonen wil terugvinden in het regeerakkoord dat uiteindelijk wordt goedgekeurd. Dus ik heb daar absoluut begrip voor en ik heb er alle vertrouwen in dat we met die partners tot, tot een goed resultaat kunnen komen. Ja, federaal schuift uw partij ook mee aan. Uh, we Miranda Ulus van de Socialistische Vakbond nu zeggen ja, een heel rechtsbeleid. Um, hoe ziet u dat daar eigenlijk evolueren? Want u hebt ook nog in de Kamer gezeten. Hoe mm -hmm. ziet u dat daar? Mm -hmm. Daar ligt de kaart dan natuurlijk iets moeilijker. Zie ik ook een grotere terughoudendheid van vooruit van de socialisten om voluit te starten met die regeringsonderhandelingen. Maar uh, er is een ervaren gids en ik heb er halve vertrouwen in dat Bart Wever dit tot een goed eind brengt. Wat zijn die aan elkaar gekoppeld eigenlijk? Hè? U bent mee aan het uh, Vlaamse regering aan het vormen. Uw partij mm -hmm. zit ook uh, uh, in uh, de, dus de bestuurszetel voor die federale regering. Zijn die aan elkaar gekoppeld? Ik ja, kan het ene natuurlijk niet totaal zien van het andere. Uh, maar wij gaan alleszins nu voluit door op Vlaams niveau met de regeringsonderhandelingen. Federaal zal het misschien nog iets langer duren voor dat men effectief aan tafel schuift. Maar ook daar denk ik dat uiteindelijk wel de neus in dezelfde richting zullen komen te staan. Ja, want er wordt wel eens gezegd, er wordt getreuzeld, ook in uw partij, om dat na tot over de gemeenteraadsverkiezingen te tillen. Zal dat zo lang duren allemaal? Maar ik denk dat niemand er echt baat bij heeft, of niemand er expliciet voor zal kiezen om dat allemaal te rekken. Zou het maar goed moet... zijn dat er een, een maar is? Maar je moet wel komen tot een vergelijk, tot een sterk inhoudelijk akkoord. En dat zal ongetwijfeld soms zijn tijd vergen. Ja, maar zal een akkoord... is het een goede zaak als er een akkoord zou zijn tegen die gemeenteraadsverkiezingen? Ik denk, hoe sneller... Hoe beter, maar niet ten koste van de inhoud, niet ten koste van het regeerprogramma. Ja. Nog een vraag, meneer Wijts, daarover. Het, het zal misschien ook over communautaire zaken gaan. Dat hebt u in de Kamer destijds ook mm -hmm. meegedaan als Kamerlid. Ja. Kriebelen de of jeuken de vingers niet om dat dan te gaan doen in plaats van in die Vlaamse regering? Uh, het communautaire interesseert mij natuurlijk altijd. Ik heb inderdaad een voorgeschiedenis als Kamerlid en heb ik ook uh, Bilanse Zaken en, en al het communautaire van nabij opgevolgd. En dat zal ik ook wel blijven doen, vanuit welke functie dan ook. Oké, okay, dus dat zullen we wel zien. Ik heb nog één vraag: meneer Wijs, voor u, die u misschien altijd zal achtervolgen. Die bokershirt. <laughs> Waarom? Dat was voor het goede doel, maar we waren daar totaal bij verrassing. Uh, het was eigenlijk allemaal niet zo gepland. Men denkt dan altijd: ja, die, die heeft dat heel specifiek gedaan om in, uh, om in de media te komen, want daar waren ook uh, amper media. Dus dat uh, was niet de beste stunt voor, voor het goede doel wat um, was wat ongepast werd uh, door meerdere gezegd uh, vindt u dat ook ja, zelf ja maar dat is natuurlijk een stok om te slaan uh, achteraf en men maakt daar een, een heel spel van terwijl dat er gewoon een, ja, een dom event was en dat hopelijk niet spreekwoordelijk is voor uh, het gevoerde beleid ja, maar zou je het opnieuw doen als u daar nu staat nee, in achteruitzicht dan zou je dat vanzelfsprekend niet meer doen uh, maar men werd ook gevraagd van ja Breng gewoon uw, het ging allemaal in haast en spoed. Breng gewoon uw, uw slaaptenu mee en uh, dan zien we wel. En uh, ik werd daar voor een verrassing, want men had gezegd van dat iedereen daar uh, ook in slaaptenu zou zijn. Was dat even een verrassing, want ik was uh, de enige. Ja, dus u zou niet meer opnieuw doen, begrijp ik Ja, natuurlijk niet. Maar okay. in achteruitzicht is altijd alles gemakkelijk. Oké, okay, maar dan uh, wens ik u waarschijnlijk een druk weekend toe met die uh, onderhandelingen. Het is geen vakantie nog niet voor u? Uh, nee, geen vakantie, inderdaad. Uh, we, staan, we hebben eigenlijk nog niet echt een rustpunt gekend. Dus onmiddellijk na die verkiezingen in zijn we onmiddellijk aan het afvolgen geschoven om te bekijken ja, hoe gaan we nu inhoudelijk verder gaan. En dat is ook de opdracht voor de volgende weken. Ja, maar dan bedank ik in elk geval voor uh, vanmorgen hier te zijn. Voor ons is het wel vakantie. Het is te zeggen, er is geen ontbijt de volgende twee maanden. In september zijn we er wel. Uh, dus dat betekent dat we dit seizoen afsluiten met ook uh, de mensen achter uh, de schermen te bedanken die een uh, heel jaar lang uh, altijd zijn meegegaan. Uh, die uh, geluid en uh, beeld tot in Brussel brachten uh, en ze uh, ik heb daar hopelijk ook opnieuw bij.